Hi, ik ben Fascia uit Bever de Globe Den Haag. Ik hou onwijs veel van wandelen en doe dit daarom ook erg graag. Eigenlijk wandel ik nooit met wandelstokken, totdat ik vorig jaar naar Oostenrijk toe ging. En ja, daar wandelen met wandelstokken is toch wel erg fijn. Sindsdien wandel ik eigenlijk nooit meer zonder. Een set wandelstokken is voor iedere wandelaar een must, zeker in de bergen. Maar mocht je extra steun kunnen gebruiken rondom je gewrichten of neem je extra bepakking mee, dan zijn stokken ook zeker in Nederland aan te raden. Wist je dat je ook je armen en schouders traint? En ja, dit leverde mij wel wat extra spierpijn op. Wel zijn de wandelstokken mijn beste maatjes geworden. Belangrijk is alleen dat je ze wel juist gaat gebruiken. Het is aan te raden om met twee wandelstokken te lopen. Zo wandel je het meest rechtop. Hou de wandelstok in een hoek van 90 graden. Zorg dat je het polsbandje altijd goed om hebt. Haal je hand door het bandje heen en leg deze er vervolgens op. Neem een ontspannen houding aan en werk vooral vanuit je polsen. Je stokken volgen de beweging van je schouders. De meeste wandelstokken zijn telescopisch en daarmee in- en uitschuifbaar. Zo kan je deze makkelijk op je lengte afstellen. Wanneer je lange stukken stijgt, kan je de stokken het beste inkorten. Wanneer je lange stukken daalt, kan je de stokken wat langer maken. Er zijn ook verschillende soorten systemen. Zo heb je een kliksysteem, een draaisysteem en wandelstokken die je in elkaar zet als een soort tentstok. Ook is er een wandelstok die je kan gebruiken als statief, ideaal voor je selfie. Steeds meer wandelstokken hebben een verlengd handvat, waardoor je minder vaak de stokken in en uit hoeft te schuiven. De meeste wandelstokken zijn gemaakt van aluminium. Dit is sterk en licht materiaal. Andere materialen die gebruikt worden zijn carbon en titanium. Dit is nog sterker en nog lichter, waardoor wel iets hoger in prijsklasse. Dan heb ik nog één tip voor jullie. De onderkant van de wandelstok heeft een puntje van erg slijtvast materiaal. Wanneer je over asfalt wandelt en geen zin hebt ingetikt, dan zijn er speciale rubberdopjes die je hierop kunt klikken. Ook zijn er verschillende soorten tellers die speciaal gemaakt zijn voor in de sneeuw. Of voor bijvoorbeeld natte weilanden. Deze zorgen ervoor dat je wandelstok niet wegzakt in de grond of sneeuw. Ik ga verder met mijn wandeling en neem natuurlijk mijn wandelstokken met me mee.